Het lied Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Een tekst van historicus en dichter Jan-Willem Schulte-Northolt op een melodie van een van onze grote componisten, Georg Philipp Telemann. Het is een lied voor de tijd na Pasen op weg naar Pinksteren. Een bevreemdende tussentijd. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Hoe is Jezus na Pasen nu bij ons aanwezig? Het lied poogt ons een begin van een antwoord aan te reiken. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Wat wij in hem bezaten is altijd om ons heen. Als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. Te veel om op te noemen, zijn wij door hem bemind. Een prachtig beeld natuurlijk. Wat wij in hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen. Zouden wij dat ook niet zo kunnen zeggen van onze dierbaren die ons ontvallen zijn, langer geleden of recent? Dat zij toch op bijzondere wijze om ons heen blijven. Ik vind het in ieder geval een troostrijke gedachte. De mensen van voorbij zijn op een bijzondere manier toch nog bij ons aanwezig. En ook al is Jezus niet meer zo aanwezig als dat voor Pasen het geval was, het wil niet zeggen dat hij volstrekt achter de wolken aan de horizon verdwenen is. Jezus blijft bij de zijnen op de wijze van de geest. En zo inspireert Jezus mensen om in zijn voetspoor verder te gaan. Dus moeten Jezus leerlingen niet naar de hemel blijven staren. En het aardige is, dat wordt in de Bijbel letterlijk zo gezegd in het boek Handelingen. De leerlingen aarzelen nog in deze tussentijd op weg naar Pinksteren. Alsof van boven alle touwtjes nog in handen worden gehouden. Maar zo is het niet langer. Nu moeten de leerlingen zelf in Jezus' voetspoor verder gaan. Op een schilderij in een van de Spaanse musea is het als volgt verbeeld. De discipelen staren nog omhoog, daar waar Jezus voor hun oog verdwenen is. Maar op de grond staat Jezus' voetafdruk. En engelen wijzen de leerlingen daar ook op. Niet naar de hemel blijven staren, maar op aarde in Jezus' voetspoor treden en verder gaan. Want uit die voetstap van Jezus op aarde, daaruit is de inspiratie te putten voor het vervolg. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Thank you.